Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe collectie van Essence. De Everlasting Blooms collectie. Weer een lentecollectie. Volgens mij komen er dit jaar echt superveel lentecollecties uit. Ik heb er nou echt al een aantal gebruikt. En vandaag is het dus tijd voor Essence. Het is een kleine collectie weer. Slechts 4 producten te koop bij Boozy Shop. Maar ik dacht, jullie houden altijd heel veel van Essence en Catrice. Dus ik dacht, ik ga hem weer reviewen. En het ziet er ook weer prachtig uit. Het is weer lente, dus ik ben weer in goed humeur. Winter en herfst ben ik altijd in mijn slechtste humeur. Lente, zomer ben ik altijd in mijn beste humeur. Dus ik heb weer echt zin om het te gaan testen. Want het ziet er allemaal echt super duper cute uit. En de prijzen zijn ook weer heel laag. En daar houden we altijd van. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Deze collectie heeft ook wat nagelproducten. Die heb ik niet gekocht. Want ik heb acryl. Dus dat gebruik ik nooit. Dus ik heb echt alleen maar de make-up producten gehaald. En ik ga beginnen met iets voor de lippen. Dit is de Essence Everlasting Blooms PH Reacting Lip Glow. De lipstick ziet er zo mooi uit. Zo heel mooi licht en paars. Een beetje doorzichtig-achtig. De verpakking is heel cute met zo'n bloemetje hierop. Daar hou ik altijd van. Heel deze collectie is echt heel lente-achtig. Heel cute. Bloemetjes, lila en zo. Dit is geen lipstick. Dit is een lipbalm die bij iedereen anders gaat aanbrengen. Want het reageert op de pH-waarde van jouw lippen. Zulke producten heb ik nou echt al heel vaak gebruikt. En ze zijn altijd gewoon de same. Niet heel slecht, niet heel goed. Gewoon normale lipbalmpjes. Ik ga hem aanbrengen. Dit is dus mijn normale lipkleur. Dan ga ik hem nou aanbrengen. En als het goed is, worden mijn lippen een beetje roze. Bij iedereen gaat het sowieso roze zijn. Dat is altijd zo. Maar de heftigheid, zeg maar, hoe heftig roze het wordt, is bij iedereen anders. Bij de ene is het wat lichter, bij de andere wat heftiger. Ik raak altijd best wel roze lippen. Bij mij is het naar mijn gevoel altijd best wel heftig. Ik moet wel zeggen dat Essence een beetje overdrijft met deze lippenbalmpjes. Bijna bij elke collectie hebben ze weer zoiets. Like, we get it. We willen nieuwe producten zien. Kost even een minuutje voordat je lipkleur echt helemaal verandert. Maar je kunt het nu al zien. Het is echt best wel roze geworden. Het voelt wel gewoon fijn aan. Kijk even wat een verschil. Mijn lippen zien er nou echt een stuk meer roze uit. Nu iets voor het gezicht. Dit is de Essence Everlasting Blooms Lip and Cheek Stick. Dit is dus een cream blush en een lipstick in 1 in de kleur 01. Er is ook maar 1 kleur. Het is echt super roze, jongens. Oh my goodness. Kijk even dit. Ik weet niet of dit te roze gaat zijn. Ik hoop het niet. We gaan het gewoon proberen. Er zit ook jojoba olie in. En dat verzorgt je lippen en geeft de droge huid weer een oppepper. Oké, ik ga deze proberen gelijk. Ik ga wel even eerst mijn gezichtsmake-up doen. Oh my gosh, jongens. Ik heb net lopen filmen en mijn camera stond niet aan. En ik heb de hele blush al aangebracht en alles. Ik ga het nog wel even laten zien. Wat ik dus had verteld, is dat ik deze blush niet gelijk zo aanbreng. Omdat je dan de make-up eronder afhaalt. Dus wat ik doe, is dat ik gewoon een beetje zo pak met mijn kwast. En het dan gewoon zo op mijn gezicht aanbrengen. En het is super mooi zoals je kunt zien. Ik heb wel een beetje veel aangebracht. Maar dat is ook omdat ik nog inga met poeder. En dan wordt het sowieso minder. En ik vind hem echt heel mooi. Hij is heel mooi glanzend. Zie je dat? Echt heel fris. Heel glanzend. I love it. Ik vind hem heel mooi op mijn gezicht. Op mijn lippen vind ik hem niet fijn. Het is een lip en blush stick. Dus ook voor de lippen. Maar jongens, kijk even dit. Voor de lippen is hij veel te heftig. Kijk dit. Nee, I don't like it. Voor de lippen vind ik het echt helemaal niks. Maar zo op de wangen vind ik het wel echt heel mooi. Ik ga weer gewoon in met mijn lipbalm. Die is wel heel mooi op de lippen. Godzijdank had ik door dat ik niet aan het filmen was. Wajo. Oké, ik ga even mijn gezichtsmake-up afmaken. Kom ik zo terug. Daar ben ik weer. Ik heb mijn gezichtsmake-up afgemaakt. Een beetje poeder op de plekken waar ik concealer heb aangebracht. Neuscontour en wat bronzer en wat fixing spray. En het ziet er allemaal echt top uit. De blush heb ik niet te veel aangeraakt met nog poeder. Ik heb het gewoon echt een beetje hier aangebracht. En hier heb ik het gewoon allemaal gelaten hoe het was. Ik vind de blush er echt zo mooi uitzien. Het is zo fris en fruitig. I love it. Dan heb ik hier nog een highlight. Dit is de Essence Everlasting Blooms Duo Highlighter. Duo Highlighter. Volgens mij gewoon omdat het een beetje soortig van 2 kleuren zijn. Er is maar 1 kleur. 01 Bloom Wild en Shine Bright. Maar dit lijkt me echt een perfecte kleur voor mijn huidskleur. Het ziet er zo heel mooi bronzy champagne uit. I love it. Ja, en het zijn wel echt 2 kleuren. Ik ga ze even allebei los van elkaar swatchen. Kijk, dit zijn dan de 2 kleuren. Op zich wel echt een groot verschil. Je kunt ze allebei apart gebruiken of gewoon mixen. Ik denk dat ik ze gewoon ga mixen. Want ja, de ene is donker, de andere is licht. En dan kan ik zo de perfecte kleur creëren. Dus ik ga gewoon zo letterlijk in allebei zo. Wauw, heel mooi. Kijk dit, jongens. En dit is het dus gemixt. Ik vind het echt heel mooi. Ik ben echt heel blij met al deze producten tot nu toe. I like it. En dan pak ik nou vooral de donkere kleur, de beetje bronzy kleur.
En die breng ik hier aan, want dan is het een beetje alsof ik zo'n mooie gebronste bronzer op heb, zeg maar. En dan pak ik nu alleen maar de lichte kleur en die gaat op mijn neus. Echt ideaal als je zo twee kleuren hebt. Er is hier iemand aan het boren buiten. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Maar ze maken echt veel geluid. Ik hoop dat jullie het niet echt kunnen horen, maar volgens mij wel. Excuseer. I like it. Fijne highlighter. Dan is nou eigenlijk gewoon het hele gezichtsgedeelte klaar. Mijn hele make-up zit er gewoon op. En nou is het tijd voor de ogen. En ik heb dus dit paletje. Dit is het Essence Everlasting Blooms Eyeshadow Palette. Er zitten 9 supermooie roze en paarse oogschaduwkleurtjes in en een grote spiegel. Deze verpakking voelt zo raar aan. Dit is letterlijk een stof. Er is gewoon hier een stof opgezet. Dat is... zo leuk gedaan. Heel uniek. De kleuren zien er heel mooi uit. Best wel fel wel. En echt roze en paars. Dus ja, dit wordt wel heftig. Ik zie dit niet echt als een everyday naturel paletje of zo. Het is wel allemaal heftig. En hier heb je ook een pressed glitter. Jullie weten, ik hou van pressed glitters. Maar je kunt die ook gewoon overslaan. Want er zijn ook nog een heleboel andere kleuren. Ik vind het ook zo heel handig voor op reis. Je kunt je goed erin opmaken. Zo gewoon on the go. Dus dit ziet er echt topje uit. Dus hier ga ik even een look mee maken. Ik heb al gepruimd met concealer en wat poeder om het vast te lokken. Dus ja, het is helemaal klaar voor gebruik. Even kijken, waarmee ga ik beginnen? Ik denk dat ik ga beginnen met deze matte kleur hier. Die is heel mooi roze. En die kleur breng ik aan in mijn hele arcadeboog. Deze kwast is Sueva 228. Mijn go-to kwast die ik echt altijd gebruik. Ik ga wel vandaag weer voor draagbaar, want ik moet nog weg straks. Dus het moet wel een beetje normaal zijn. Ik denk dat ik vandaag voor een beetje smoky ga. Dan ga ik in met paars. Dit is ook een matte kleur. En die gaat ook zo in mijn arcadeboog. En ook zo helemaal rond, van binnen naar buiten. Die twee matte kleuren breng je dan ook aan op de onderste wimperrand. Dan ga ik in met deze prachtige donkere paarse glanzende kleur. En die kleur breng ik aan over mijn hele ooglid. Ik ga voor een paarse smoky look. En dan pak ik weer die donkere paarse matte kleur. En daarmee ga ik het blenden bij de randen. En dan weer met die grote fluffy kwast ga ik zo over de randen. Om alles goed uit te blenden en goed smoky te maken. En dan ga ik die glanzende paarse kleur ook een beetje aanbrengen op de onderste wimperrand. Die is niet heel glanzend. Ik had wel iets meer glans gewild, maar oké. Okay. Ik maak het echt heel smoky. Ik ga best wel hier zo ver naar beneden. Zo, dit ging echt goed. Ondanks dat die glanzende kleur echt glanzender had kunnen zijn, vind ik het wel heel goed. Het blende echt goed in. Maar dan ga ik ook nog in met deze pressed glitter. Pak ik gewoon een beetje mijn vinger. En die breng ik aan over mijn hele ooglid. Oeh, die is lekker heftig. Dit heeft de look echt naar een ander niveau gebracht. Kijk even dit, jongens. Ik vind het echt zo mooi. Ik word zo blij van glitter. I love it. Als je niet zo houdt van glitter, sla dan dit gewoon over. Want hoe de look net was, was ook echt heel mooi. Maar ik hou van glitter, dat weet jullie. Dan pak ik ook nog deze beetje licht roze glanzende kleur. En die kleur breng ik nog een beetje zo aan hier zo in de binnenste ooghoek. Om het daar te verlichten. Echt heel mooi dit. Ik ben best wel onder de indruk. Een paletje van slechts 6 euro met 9 kleuren, waaronder 1 pressed glitter. Is het echt wel goed? Kijk hoe goed het allemaal is geblend. Ik ben vooral onder de indruk van hoe goed het allemaal zo in elkaar blendt. Zie je hoe mooi smoky dit is. En dat is absoluut niet altijd het geval met Essence oogschaduwen. Dus ja, I like it. Heel mooi. Ik ben echt een fan. Nou, dat was de hele collectie. Ik ga de look afmaken en dan kom ik zo bij jullie terug. Nou mensen, dit was dan de Essence Everlasting Blooms collectie. Wat vonden we ervan? Let me know beneden in de reacties wat je van de collectie vindt. En van deze make-up look. Ik vind echt een super mooie make-up look. En het valt ook op, want alles is zo nude. Mijn achtergrond, mijn kleding. Dus deze roze kleuren springen er echt gewoon helemaal uit. Ik raad ook echt gewoon de hele collectie aan. Ik ben echt in shock. Dit paletje is echt een goed paletje voor die lage prijs. I love it. Deze highlighter is echt heel mooi. Ook heel fijn dat het zo twee kleuren zijn. Dan is het geschikt voor een heleboel huiskleuren. Deze pH-waarde lipbalm is ook heel mooi. Geeft een hele mooie roze tint. En deze lip en cheek blush is ook heel mooi. Maar wel echt alleen maar als blush. Niet voor de lippen. Voor de lippen vind ik hem echt te heftig. Maar zo op de wangen vind ik hem echt heel mooi. Ik ben echt heel enthousiast over de collectie. Dus ik hoop dat jullie dat ook zijn. Ik ben heel benieuwd. Let me know beneden. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik laat je ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!